What up, cha boys? Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering op mijn kanaal van Gaan we dit raken? Nee, totaal niet. God of War, aflevering 24 inmiddels. Ik hoop dat jullie er zin in gaan hebben. We zijn nog steeds bij Lake of Nine. Eens even kijken. Hoe is het eigenlijk in het Nederlands? Kust van de Negen. Laat het zo noemen. Regio Kust van de Negen. We hebben daar nu 50% voltooid. Dit punt ga ik eventjes toevoegen aan het kompas. Dan ga ik met mijn bootje heen varen. Want ik ga dit gebied simpelweg nog een beetje verkennen. Het rivierenland. Je kan dat daar rechts allemaal zien in beeld. Bijvoorbeeld de mijnen waar ik een sidequest heb lopen. Die kunnen we deze aflevering gaan doen. Moeten we namelijk ten zuiden gaan. Deze mijnen heb ik voor 40% voltooid. Valt dus nog het een en ander te doen. Dan kijk je naar dit gebied. Dit is het regio Rivierenland. En daar valt dit ook onder. Zie je, Rivierenland. 75% voltooid. Ga je meer naar het noorden, dan heb je hier de opslagruimte van Fafnir. Dat was simpelweg de andere mijn. Daar hebben we 90% voltooid. Daar heb ik één fucking raaf gemist van Odin. Dan ga je voor de rest gewoon kijken. Dan zie je eigenlijk dat ik bij de kust van de Negen dan op 50% zit. Omdat dit helemaal rondom geldt, al die items. Maar ik kan ook specifiek op een bepaald punt. Bijvoorbeeld dit eiland. Eiland des Doods. Zie je 0%. Ik ben er nog geen enkele keer geweest. De IJzerbaai. 0%. Ben er nog geen enkele keer geweest. En het waterpeil daalt. Lag hier eerst de staart van de World Serpent. Lag hiervoor. Dus die grote slang. Die lag hiervoor. En sinds het waterpeil is gedaald. Kan ik hier dus nu heen. En heb ik gewoon een heel gebied. Waar je hier ook scheepswrakken ziet. Waar ik gewoon nog helemaal niet ben geweest op die manier. Dus ik ben daar echt super hyped voor en er valt nog zoveel te doen. Ga ik hier helemaal naar rechts, naar het oosten, dan kom je uit bij dit punt waar ik dus ook nog de sidequest hamerstuk heb openstaan. Vernietig het standbeeld van Thor. En hier hebben we dus weer deze missie openstaan. Deus Ex Malachit. Ga naar Brock in de mijnen van Landsuter ten zuiden. Dus zoveel te doen, zoveel te beleven, zoveel zin in alles wat er überhaupt te beleven valt. Het spel zit zo fantastisch in elkaar, maar is dus ook zo groot. Ik heb dus nu echt gewoon ook een WhatsApp gesprek. We hebben een WhatsApp groep met onze vrienden. Waar continu over games wordt gesproken. En ja, Walt zit het ook nu te spelen. En die heeft dan niet zoveel tijd. Ook voornamelijk door zijn werk, zijn leven en zo. Maar die zit nu ook zo into God of War. Ik zei nog tegen hem, dit is dus een lineaire game. Tussen aanhalingstekens. Een lineaire game. Sure, dude. Hoe is dit lineair? Het is zo groot. Het is echt niet te geloven. Come here. There was a shrine about a giant lady with lots of books and visions. Ah, that would be Thoa, the knowledge keeper. She was a gifted sorceress who gathered every tome of arcane wisdom she could find in the realms, all in the hopes of augmenting her powers of prophecy that she might find her lost husband, Aurvandil. But it was not her husband she would glimpse in her visions. For it was Groa, seeing longer and farther than any before or since, who witnessed Ragnarok, the end and the beginning. When Odin caught word of her ultimate prophecy, he maneuvered to obtain her knowledge and hoard it for himself. Groa knew Odin as a longtime patron of her services, and so she welcomed him into her library as a friend. What she did not know is that Odin himself was behind her husband's disappearance, having used his enchantments to conceal his death at Thor's hands from her sight. Smiling, jealous Odin took her by the throat, and with his very hands he stole her library and her life for his own. I always knew Odin was bad, but that's just... Ruthless, barbaric, heartless? That's Odin. In fact, we would do well to sit here in silence for the next few moments and reflect on Odin's capacity for cruelty. Ja, hij klinkt echt als een gigantische lul. And so... Reflect longer. Even kijken hoor. Zou ik hier eindelijk omhoog kunnen? We gaan het zien. Want daar kan ik uiteindelijk ook nog een raaf killen. Let maar op. Wat is dit nou trouwens? Ik weet het niet, het was een beetje een rare kleur. Het leek net TNT, joh. Oh, pittig snelle lift. Nee, kijk, ik heb dit punt onthouden. Kijk, wat ik al zei, eerst lag die hele grote staart van die slang lag hiervoor. Oh jee, we hebben hier ook weer zo eentje. Een poort naar een andere wereld. Dit zal best wel episch worden.
En nu kan ik dat op die wijze doen. Oh, nog net wat hoger. Nice, 117. En wat is dit, joh? Dit is weer van de schepen, boegbeeld. 8 van 9, nice. Ik ken deze hele stijl en symbolen op die kisten helemaal niet. Tears braziers, a symbol of the light that binds all realms together. Why would he use those strange runes, though? Now you mention it, he wouldn't. Oh. Wacht even, misschien moeten we eerst dit doen voordat ik die runes kan activeren. Best wat schade, hè? Pittig nice, pittig nice. Ik denk dat ik deze wel kan verslaan. Met een beetje goed dodgewerk. Waar de fuck sloeg dat op? Dat was echt zonde, maar oké. Ik wilde namelijk net op de rune klikken. Dat ze alleen maar rode aanvallen hebben. Dat is het enige wat ze hebben. Bijna de rune.
What the fuck? Oh my god. Deze poging, die moet ik er gewoon in editen. Dit was echt zonde as fuck, ouwe. Ik had ze bijna neer. En dan gebeurt dit. Het is toch vreemd. Dan kun je beter gewoon kruisjes spammen in plaats van een getimede dodge. Want als je kruisjes spamt, dan gebeuren dat soort dingen niet. Want dan rol je weg. Nou ja, nog een keer. Best wat schade hoor. Kijk ze nou gevaarlijk zijn, jongen. Ik moet Atreus ook echt een nieuw pakje geven, jongens. Alleen ik heb massief staal nodig, maar dat heb ik nog niet. Net weer op het einde. Bijna heb ik die Enrage, maar net niet. Wat kut is dit, zeg. Wat? Hij ontweek die shit. Bijna. So close, guys. Boom. Our enemies are strong. Dat vind ik een hele goede constatering. Our enemies are strong. Tyr's braziers, a symbol of the light that binds all realms together. Why would he use those strange runes, though? Now you mention it, he wouldn't. Huh. Whew. Wereldscheuren, 4 van 18. Dit was fucking intense. Holy fuck, guys. But it's the kind I still can't read. Ah, dat is dus... Degene wie die nog steeds niet kan lezen. Wat een bizarre gameplay weer, hè. Wat een monsters, jongen. Niet te fucking geloven. Nou, goed, het zit erop. Daarboven ben ik al een keer geweest. Daar heb ik dus wel rondgevaren. Alleen toen was het waterpeil nog zo hoog dat er nu een heel eiland is ontstaan. En dat is dus, als het goed is, het eiland des doods met een hele grot, heel veel geheimen. En daar stond ik volgens mij een keer vast en dat heb ik er bewust ingeëdit.
back down there. What is what down where? Oh, goeie. Ja, er is hier zoveel te beleven, ik zie het nu al. Ed, you are full of stories. When will you tell one that entertains? I beg your pardon? He just insulted you. Yeah, I got that. So you want a corker, do you? Very well, my brothers. I'll tell you the story of Hrungnir, the brawler. The real story. There was a huge battle, right? His shrine had him in the middle, fighting off Aesir. A pretty story, but no. Hrungnir, you see, was born with neither head nor heart. So the giants had to complete him with stone. He was strong, to be sure, but also a bad person. And we'll pick this up later. Doe dat maar. Prachtig accent heb je nu trouwens. Yo, what the fuck? Dus zelfs ongewapend neel ik er gewoon doorheen. Ik weet niet eens of dit gaat lukken, jongens. Ja, what the fuck. Tof, je hoeft dus niet altijd een gevecht aan te gaan. Jongens, jongens, ik weet niet eens om welke freaking... Wat is het? Vergrendelde kist het gaat. Daar is dat sappie. Daarboven is helemaal een boot en shit, hè? Wow, there was another shipwreck under the water. Ja, daar kom ik nu ook achter. Hier is gewoon nog goud. Weet je hoeveel goud we pakken? Dat goud hebben we allemaal nodig, hè? You were in the middle of a story before. Was I? Oh yes! The real story of Hrungnir the Brawler. Ja, maar ik moet je weer onderbreken, ouwe pik, ouwe pijp. Odin met hem wandeling in Midgard one day. Found him so amusing, so harmless, so gullible, that he invites him back to his palace in Asgard. We'll pick this up later. Dat was heel goed, zeg maar echt. Het ging veel te snel, veel te goed. Allemaal uitgeschakeld. We waren twee heksen als het goed is. Met ontploffingen erbij en shit. Super nice. Nog steeds kan ik dit niet slopen, dus heb ik een of andere... Wat is het nodig? Een pot. Alleen die kan je ook weer niet op afstand vinden, die pot. Of tenminste, je kan ze niet eens meenemen. Al vind je ze. Wat? Is dit ook weer iets wat ik niet kan? Word je toch moe van? Nou, dan maar eerst naar boven. Ik snap het anders ook niet. Gewoon twee dingen die me die totaal afgeschermd staan weer. Hé, daar is gif. Oké, die is dus vrij. Zal het hetzelfde voor die gelden? Ah, je moet gewoon goed kijken, man. Maar wat is hier dan het ding?
Okay, kist 1. Wat hebben we eruit gehaald? Massief staal. Dus ik betekent dat ik eindelijk kan upgraden. Dat betekent dat ik mijn boy Atreus kan upgraden. Oh joh, dit is waar ik aanmeerde. Werkelijk waar, echt geen flauw idee wat de fuck dit allemaal is. Het ziet er wel interessant uit, dat wel. Maar dat massieve staal, daarmee kan ik dus een pakje uiteindelijk gaan maken voor Atreus. Oh, inderdaad. Ja, een complete set. Wat vet zeg. Wat is dit joh? Heb je iets opgelost, of niet? Met bliksem doordrenkt metaal van verwanten van Thor, gebruikt om gevesten te voorzien van schokschade. Ja, de sleutel van de kapitein. Ik heb iets helemaal opgelost. Wait a minute, boy. Why talking like that? Ja, er is hier nog iets. Voordat ik dus naar beneden zou klimmen, er is hier nog iets. Ah, wat tof, hè, om dit allemaal op te lossen. Want ik ben hier natuurlijk al veel vaker geweest. Alleen nu kan ik daadwerkelijk alles oplossen. Zo'n fijn idee. Massief staal, Midgard slangschub. En dat betekent dus dat we hier ook nog een route naar onder hebben. Zie je, dan kom je uiteindelijk daar uit. Om dat nog helemaal te doen. Maar daar ga ik zo meteen wel heen. Ik klim wel eerst even naar beneden. Voor dit. Hey, daar is nog zo'n druppel. En daarachter ook. Wat is het? Wat pakken we op? Zeldzaam bijlgevest. Deze is op zich goed wat betreft Rune, man. Want je kan hem uiteindelijk natuurlijk ook upgraden. Kan ik hier naar beneden? Nee. Oké, Atreus glitchte in me. Boy. Yes, sir. Twee kisten die ik gewoon nog kan openen, waar ik compleet voorbij ben gerend. Oké, that's going in the journal. Weer een nieuwe boekenrol gevonden. Zo, een heel verhaal. Poeh. Nog meer hele mooie spulletjes. En hier kan ik dit nog oplossen. Man, wat krijgen we er veel goede spullen uit, zeg. Ik had die ketting echt naar beneden moeten gooien. Holy fuck, wat dom.
Oei, dat is wel iets te blij. Oh, wat heb ik nou gedaan? Vet, hè, om dit allemaal op te lossen. Wereldstof. 6 van 18. Graag even wat hoger. Ah, maar er is daar ook nog wat, hoor. Maar daar ga ik wel een andere keer heen, ja? Ik spring nu gewoon even terug op die manier. En dit is dan het laatste wat ik doe. Deze poort. De ijzerbar. Weet je wat ik ga doen? Inclusief dat touw wat helemaal daarheen loopt. Plus de ijzerbar. En die druppel natuurlijk. Moeten we echt niet vergeten. Ga ik de volgende aflevering doen. En weet je waarom? Ik neem het namelijk op rond etenstijd. En ik moet nu avond eten. Op zich heeft de part lang genoeg geduurd. Met een moeilijk gevecht aan het begin. En daarna verkenning. Maar ik ga zo snel mogelijk hier verder met complete exploration. En dan gaan we ook door vanuit deze exploration naar de sidequest in de mijn. De sidequest van... What the fuck is dit? Van de dwerg uiteindelijk. Boom. Oké, dat doet dit. Maar je ziet het, het zijn gewoon... Uh-oh. Dit heb ik nog nooit eerder gezien. Wat is dit, joh? Dit is precies wat ik bedoel. Wow. Is het nou een weerwolf? Volgens mij is dit een weerwolf. De wolver. Dit is precies de reden dat ik hem hier godverdomme stop. Want het eiland heeft meer in petto dan ik bijvoorbeeld dacht en denk. Bedankt voor het kijken. Ik ga avond eten. Ik zie jullie de volgende part terug. Ik hoop dat jullie hebben genoten. En tot de volgende aflevering van God of War op mijn channel, guys. Peace.